Dankjewel. Dank. Goed zo. Ik vind het een goede avond. Goedenavond. Ik vind het tof dat jullie zijn. Kende iemand trouwens dit nummer dat er net was? Ja, dat is van, ik weet niet of mensen het weten, van Stichting Brein. Als je een tv-serie kijkt op je dvd, dan zie je eerst van Stichting Brein, dan hoor je dat liedje. En in het liedje zeggen ze dan dat je die serie niet mag downloaden. Maar ze zeggen niks over het liedje, dus ik heb het liedje gewoon gedownload. Ik dacht, ik probeer iets nieuws. Ik probeer de laatste tijd veel nieuwe dingen. Veel nieuwe dingen zijn er gebeurd ook. Ik ben inmiddels ook gestopt met mijn studie. Ik heb rechten gestudeerd. 11 jaar, dat ging best wel lekker. Ik heb wel mijn bachelordiploma gehaald op de valreep. Ik moest nog 1 vak, bestuursrecht. Dat had ik al 9 keer gemaakt, niet gehaald. En dan mag je mondeling aanvragen, dat heb ik gedaan. Ging ook niet goed. Maar die leraar wilde me wel matsen. Die zei, hey, dit was niet zo goed. Met je laatste vak, ik ga je toch matsen. Ik geef jou een 6,5. En ik was echt door het dolle heen. Ik zeg, oh meneer, u wil niet weten wat dit voor mij betekent. Ik doe dit al zo lang. Ik ben u echt dankbaar. Dank u wel, meneer. Dank u. En toen zei hij, maar hoe lang doe je het dan al? Ik zeg, ja, 11 jaar. Toen zei hij, oh, dat dacht ik al, want volgens mij hebben wij bij elkaar in de klas gezeten. Gênant. En het is beter dat ik ermee ben gestopt. Het was iets waar ik feitelijk niet zoveel aan deed, maar het zat altijd zat het dwars in mijn hoofd. Weet je, het is van, ja, ik moet het toch gaan doen, maar ik deed er niks aan. En in school heeft nooit echt een lekkere indruk bij mij achtergelaten. Op de middelbare school begon het al in de eerste week. Ik kom uit Zaandam. En in mijn eerste week op het Zaanlands Lyceum in Zaandam had ik een Nederlands les van Rob de Ruiter. We moesten opstel schrijven en na de les roept Rob de Ruiter me bij zich. Want iedereen loopt naar buiten en hij zegt, Ryan, ja, kan je even bij mij komen? Ja, ik heb het dus nagekeken en woensdag is er een bijlesklas voor Nederlands. Ik wil dat jij naar die bijlesklas gaat. En ik zeg, hé, maar er zitten toch kinderen in deze klas die hebben veel meer fouten dan ik. Waarom moet ik naar die bijlesklas? Nee, je gaat mij gehoorzamen. Woensdag ga jij naar die bijlesklas. En die woensdag, eerste week op de middelbare school, kom ik in de bijlesklas voor Nederlands. En dat was voor mij sowieso een hele nieuwe ervaring. Want ik had nog nooit in een klas gezeten met alleen maar allochtonen. Ik ben ook nog nooit de allerbeste van de hele klas geweest. Want ik kom in die klas en naast me zit er een Turkse jongen, Mustafa. Die was heel goed in economie, maar blijkbaar niet zo goed in Nederlands. Maar van alles zat er. Waren een Afrikaanse jongen, Nmanko, die zit altijd helemaal achterin. Waren een Amerikaanse jongen, Stuart, die zat daar weer voor. En ik ben altijd wel een beetje verlegen geweest op school. Maar ik dacht, oké, blijkbaar hebben we allemaal taalproblemen of zo. Dus ik durfde wel dingen te roepen. Want waar een hele lieve bijlesjuf, die schreef dan woorden op het bord en dat moesten we leren spellen. Ze zei, nou jongens, jullie moeten ook leren spellen, ja? Dus ik schrijf even een woord op het bord en kijken wie dat voor mij kan spellen. Het woordje verrassing. En niemand steekt zijn vinger op. Ik zeg, ja, dat is toch, dat is V-E-R-R-A-S-S-I-N-G. En ik hoor Mustafa naast me. Wallah, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Jij bent de tovenaar, hoe weet je dat? En Mustafa was cool, man. Hij was alleen wel een beetje opschepper. Dat had hij wel, een beetje opschepper. Want die tijd, jaren 90, hadden we thuis zo'n Pentium 2-computer. Was net, tenminste, mijn vader had hem. En ik kom trots naar die bijlesklas. Ik zeg, hey Mustafa, wij hebben thuis zo'n Pentium 2. Ze zei, ja, wat is dat? Ik heb al Pentium 3. Toen dacht ik, is dat er al? Kan dat? Had ik in de herfstvakantie een PlayStation gehad. Ik kom trots als ik zeg, hey, ik heb thuis zo'n PlayStation. Oh, wat is dat? Ik heb al PlayStation 2. Toen dacht ik, nou, zijn Nederlands is toch niet zo goed. Dus die weken na ga ik naar de bijlesklas. Ik zeg, hey Mustafa, ik heb een nieuwe 2-wieler gehad. Ja, ik heb al 3-wieler. Ik dacht, nou, gewoon uit je nek te kletsen, man. En hij was ook heel trots op zijn land ook. Want iemand was in die herfstvakantie op vakantie geweest naar Spanje. Maar dat onderbrak hij meteen. Ah, Spanje is niks, maar Turkije nummer 1. Atatürk is de beste Turk, Turkije nummer 1. En Turkije is een mooi land. Alleen je kan niet altijd en overal maar nummer 1 staan. Dat kan niet. En die lieve juf kwam ook elke week een stukje depressiever naar die bijlesklas. Dan kwam ze een week later en zei ze, nou jongens, ik wil graag wat begrippen gaan behandelen. Weet iemand misschien wat het kofschip is? En toen horen we achter in de klas, ja, dat weet ik wel. Mijn ooms in Somalië hebben dat kofschip gekaapt. Ja, dat hebben ze gedaan met 5 man. Ja, leuke tijd, weet ik nog, ja. Nee, het is een ezelsbrug. Is dat hetzelfde als zebrapad? Maar dat weet ik wel ongeveer. En die lieve juf zei al van, Ryan, je hebt dit niet nodig. Je Nederlands is goed genoeg, maak je geen zorgen. Maar Rob de Ruiter, mijn leraar, die wilde niet toegeven. Zei, nee, hij moet blijven gaan, hij heeft het wel nodig. Toen hadden we onze eerste repetitie gehad. Kwam ik weer in die bijlesklas. Ik had het hoogste van die klas, samen met Fatima. We waren allebei een 7. De rest niet, 2 en 3. Mustafa ook niet, hij had de 1, maar dat vond hij niet erg. Mustafa 1, Turkije 1, is goed. Ik zei,
Zo werkt het systeem niet, man. En mijn laatste les, toen ben ik ook gewoon niet meer gegaan, moesten we woorden uitleggen. En toen dacht ik, ik trek het niet meer. We moesten woorden uitleggen. De juf zei ook, ja, want jullie moeten Nederlandse woorden ook kunnen uitleggen. En als het goed is, hebben jullie dit al bij een vak gehad. Moet je maar opletten, ja? Kan iemand uitleggen wat dit betekent? Het is een Nederlands woord, eruptie. En weer niemand steekt zijn vinger op. Ik zeg, ja, dit hebben we toch bij aardrijkskunde, toch? Ja. Dat is toch, als er lava zit in een vulkaan, moet eruit, eruptie. En ik hoor ineens van achter in de klas, oh, dat is goed gevonden, hoor. Ja, heel creatief, ja. Goed gevonden, hoor, meneer de Tovenaar. Ja, ja, heel creatief. Dat is niet goed, natuurlijk, hè. En die heeft gezegd, is dat niet goed? Wat is er dan? Oh, nee, dat weet Ryan ook. Dat is makkelijk, hè. Dat is gewoon als ik buiten loop en ik loop over straat en ik zie allemaal insecten en ik zie een rups. Ik zeg, hé, rupsie! Ik ben nooit meer gegaan. En het stom is, en dat is blijkbaar hoe je hoofd werkt, ik weet niet meer hoe die lieve bijlesjuf heet. Want die man die me eigenlijk een slecht gevoel heeft gegeven over mijn Nederlands, Rob de Ruiter, die naam onthoud ik altijd. En dat is namelijk het ding, negatieve dingen sla je altijd makkelijker op dan positieve dingen. Dat is ook een van de redenen waarom ik mijn verjaardag niet vier. Dat doe ik sowieso niet. Ik vind het ergste je verjaardag moeten vieren op kantoor. Vind ik het allerergste. Echt het aller... Dan moet je op je verjaardag moet je het gaan vieren met allemaal mensen die je niet mag. Ja toch? En dan kom je op je werkplek en dan hangt daar die ene slinger. Oh, die slinger die bij iedereen hangt, als hij is ook helemaal verkleurd. Die slinger. Vorige week hing je nog bij Manon. Manon was niet eens jarig, dus bij mij staat er... Hoera, een zoon. Ik kan helemaal niet tegen die... En mensen verwachten ook zoveel, hè? Oh, nou, wat voor taart heb je al? Waar kan ik uit kiezen? Wat voor taart? Ik heb gewoon één appeltaart, pak gewoon een stuk. Toch? Of, deze ook, hè? Dan. Eigenlijk ben ik aan de lijn, moet ik het niet doen. Dat is, ja, zal ik toch een stukje... Ja, je bent ja. Eigenlijk ben ik aan de lijn, ik moet het helemaal niet doen. Ja, je bent ja. Zal ik toch een stukje... Nee, ik ben eigenlijk aan de lijn. Ik ben aan de lijn, ik moet het gaan denken. Ik werk hier al 3 jaar. Ik ben er al 3 jaar aan de lijn. Nog nooit afgevallen. Pak die hele fly, toch? Ga gewoon niet moeilijk doen. Niet stomme. Niet stomme vraag ook. En, voel je al jarig? Tuurlijk niet. Ik vier het toch met jou. En weet je waar... Waar ik als laatst werkte, had je ook een systeem dat degene die als laatst jarig was, die moest voor 25 euro een cadeau kopen voor degene die daarna jarig was. Wat ze dus deden, ze gaven steeds dezelfde cadeaubon door. Dit wist ik niet. Dus ik kom op mijn werkplek, maak hem op. Ik zeg, hey, 25 gulden? Wat? Hoe lang duurde het al? Wat moet ik kopen? Walkman of zo? Jezus! Ik ben niet zo lang geleden 32 geworden. Maar zo'n 2 weken daarvoor dat ik jarig ben, doet mijn moeder altijd... Ik vind het trouwens nergens, maar sowieso niet thuis. Mijn moeder doet het altijd heel relaxed voordat ik jarig ben. Zo'n 2 weken daarvoor zegt ze... Oh Ryan, over 2 weken ben je jarig. En dan moet je me laten weten, hoor. Moet je laten weten wie komen en zo. Dan ga ik, ja, dan regelen. Oh, omtje, die moet je wel vragen. Die moet je wel vragen. Ja, ja, ja. Dan moet je Sandra, moet je ook vragen. Ja, dan moet je John, moet je vragen. Sjaar, dan moet je vragen. Oh, dan moet je Jan en Ali, moet je ook vragen. Eigenlijk viert ze gewoon haar eigen verjaardag. En ze doet ook altijd heel relaxed met het eten, hè, zogenaamd. Zegt ze, oh, tegen die tijd zien we, dat doen we gewoon makkelijk. Misschien nemen we een catering, doen we makkelijk. En we doen nooit makkelijk. Nee, maar de dag dat ik jarig ben, staat zij 's middags in de keuken. Altijd komt alles op mij aan! Ik moet altijd alles in mijn eentje doen in het huis! Niemand helpt me! Niemand helpt me in het huis! Ik moet alles in mijn eentje doen! Niemand helpt me! En mijn vader staat erachter, wat wil je ik doen? Ik heb het hele huis schoongemaakt! Ik mag niet in de keuken in! Ik moet altijd alles in mijn eentje doen! Niemand helpt me! Niemand helpt me! Totdat de visite komt, veel te vroeg, bel gaat, ding dong, staan ze daar met z'n tweeën. Hey, hallo, goedemiddag! Jullie zijn vroeg? Ja, zal ik alvast wat aansnijden? De spanning, zal ik de spanning aansnijden? Ja? En mensen ook, nou, die nasi is lekker. Asja, wat heb je erin gedaan? Ik heb er een beetje extra frustratie heb ik erin gedaan, ja. En een beetje spuug, want ik schreeuwde tegen mijn man. En soms lijkt het alsof ik een keuze heb, heb ik ook niet. Een week geleden zegt mijn moeder, Ryan, wat wil je eten vanavond? Dus ik denk, oh, mag ik, spaghetti? Ik ga broccoli maken. Zeg maar, waarom vraag je dat? Waarom vraag je wat ik wil hebben dan? Misschien zeg je broccoli. Ik zou nooit broccoli zeggen, nooit. Maar ik merk nu wel, ik ben nu dan 32 en ik merk wel dat ik andere keuzes probeer te maken, zodat ik me niet meer in posities bevind waar ik me niet happy bij voel. Er is gewoon te veel keuze met van alles. Keuzestress. Ik heb daar echt moeite mee, omdat de keuze is met de kleinste dingetjes. De kleinste, je hebt het zelfs met thee. Ik ben in een café en ik bestel thee. Gewone thee, toch? English breakfast, Earl Grey, gewone thee. Die gast naar wie ik het net heb gevraagd, gaat er vandoor. En hij komt een paar minuten later mijn kant opgelopen met een koffertje. Dus ik denk, oh, hij is klaar met werk, hij gaat naar huis. Nee, hij doet dat koffertje open en er zitten 18 verschillende soorten thee in. 18!
Indian mist, Canadian summer, Brazilian breeze. Ik kom niet op vakantie, ik wil gewoon thee. Hij heeft geen gewone thee. Ik kan daar niet tegen. Ik wil niet uit zoveel dingen hoeven kiezen. Ik wil eigenlijk gewoon, het liefste wil ik dat alles op elkaar lijkt. Daarom hou ik van Chinezen. Want ik ben... ik ben in een Chinees restaurant. En ik bestelde nasi. Alleen ze hadden nasi met allemaal verschillende soorten vlees. En kijk, van huis uit ben ik hindoe. En eigenlijk als je hindoe bent, hoor je helemaal vegetarisch te eten. Maar het Surinaams hindoeïsme heeft een aparte vertakking. Ja. Ja. Ja, wij mogen wel kip. En Fernandes. En ik had nasi. Ik had nasi besteld met kip. Nasi met kip. En ik krijg mijn bordje. Alleen, het ziet er niet uit als kip. En ik proefde even. Het proefde ook anders. Dus ik zeg tegen die mevrouw. Mevrouw, is dit varken? Toen zei ze, mag je varken? Ik zei, nee. Toen zei ze, oh, dan is het kip. Ja. Opgelost. Ja, want God mag niet meer boos worden op mij, toch? Ik heb mijn best gedaan. Nu gaat zij naar de hel. En ik had... ja, is niet mijn probleem. Eigen verantwoordelijkheid. Ik had gegeten en toen was ik klaar. En hierom hou ik van ze, want toen zei ze... wil je nog iets? Ik zei, ja, mag ik thee? En toen zei ze, wil je Chinees thee of Khon thee? Ik zei, okay. Sorry, wat zei? Wil je Chinees thee of Khon thee? Ik zei, okay, maar dat klinkt als wil je Chinese thee... of wil je hele andere Chinese thee? Wat is precies... zei ze, wil je Chinees thee of gewone thee? Ik zeg, oh, ja, gewone thee. Dat wil ik. Ja, toch? Hier hou ik van. Twee dingen om uit te kiezen. Mijn keuze zit erbij. Lekker makkelijk, gewone thee. Ik zeg, oh, heeft u dat? Dank u wel. Hey, oh, lekker. Dank u wel. Gewone thee. En ik krijg mijn thee. En ik ben ook trots. Ik ben aan het blazen. Oh, dank u wel. Lekker. En ik ben aan het proeven. Ik zeg, mevrouw, oh, wacht even. Dit is geen gewone thee. Dit is Chinese thee. Zegt ze, ja, maar ik ben Chinees. Voor mij is dit gewone thee. Ik heb een auto gekocht. Mijn eerste eigen auto. Ik dacht, misschien is dat lekker een beetje vrijheid. Zo, ook zo'n nieuw ding. Ik heb trouwens een Toyota Auris heb ik gekocht. En dat zeiden ze er niet bij toen ik het kocht. Daar kwam ik later zelf achter. Want het schijnt namelijk dat Toyota Auris, dat betekent in vogeltaal, scheid lekker op mij. Dat wist ik helemaal niet. En ik leer mezelf ook steeds beter kennen. Want ik weet of jullie het ook hebben, maar ik merk namelijk dat als de benzine bijna op is... dan telt hij altijd af met hoeveel kilometer je nog kan rijden aan benzine. En dan telt hij naar 12, nog 11 kilometer, nog 10. En dan stopt hij met tellen. En dan rijd ik in mijn hoofd altijd nog zo'n 10 kilometer verder. En dan begin ik altijd heel hard te bidden. Ik heb het, alsjeblieft, ik ga het niet meer doen. Ik ga het nooit meer doen, alsjeblieft, help me. En dat was ook toen ik voor het eerst moest tanken met die auto. Nou, dat was ook, ik heb hem nu bijna een jaar en het is nu wat goedkoper benzine. Ik weet ook niet, het was misschien langs de snelweg, weet je, misschien was het daarom zo duur. Maar ik had langs de snelweg had ik getankt, of sorry, getonken. En ik kwam bij die, ja, bijles. En ik kwam bij die, pomp bedienen. En ik weet niet of het kwam omdat het rond middernacht was, maar hij sprak in slow motion. Want ik loop naar binnen, ik zeg, hey, ik wil graag betalen. En hij kijkt me aan en hij zegt, dat is 90 euro. Ik zei, nee, alleen pomp 12. Ja. Ik geef geen rondje. En toen... dat is 90 euro. Ik zei, beestje, is het 90? Voor 90 euro kan ik helemaal naar Zweden vliegen met Ryanair. En weer terug, man. Ja, dat klopt. Ik zei, oh, serieus? Ik zei maar wat. Ik weet niet wat ik zei, maar... ik zei ook maar wat. Geef nou maar die 90 euro. En wil je er ook de aanbieding van het broodje jonge kaas bij? Ik zeg, nou, tegen de tijd dat jij klaar bent, is het een broodje oude kaas. Hier is je 90 euro. Zit je mij nou na te doen? Ik zou niet durven. Zal ik jou eens nadoen? Doe dan. 90 euro. Toen ben ik weggegaan. Ik ga niet blijven. Ik vind dat je van iedereen iets kan leren. We kunnen allemaal iets van elkaar leren. Daarom vind ik het zo mooi dat we hier met z'n allen gewoon iedereen moeten zijn. Weet je, een andere vriend van me,
verdiept zich bijvoorbeeld weer in het boeddhisme. En hij zei tegen mij, zei Rai, je hebt het altijd over dat je vastzit in patronen, weet je, negatieve dingen sla je makkelijker op. Volgens het boeddhisme is het goed om nooit dezelfde weg tweemaal te bewandelen. Dus dat je altijd net even iets anders doet dan dat je gewend bent om te doen. Want het is goed voor je lichaam, voor je geest, weet je, dan kom je in nieuwe ervaringen, toch? Dan voel je je vrijer door. Maar soms zit je ook in een nieuwe ervaring waar je helemaal niet in wil zitten. Bijvoorbeeld, niet zo lang geleden is het uitgegaan tussen mij en mijn ex. Ik had 7 jaar een relatie. En nu zit ik dan ook in een soort nieuwe ervaring. Ik had 7 jaar en dat best wel lang ook. Ze was ook best wel bazig. Misschien is het beter dat het daarom, weet je. Het wordt trouwens wel verfilmd. Ja. 7 Years a Slave. Maar ik merk wel... Ik weet niet of mensen denken, ik ben trouwens niet vreemd gegaan. Echt, niemand wilde. Maar ik merk wel... botste gewoon te veel. En zij wilde heel graag huisje, boompje, beestje. En ik was daar nog niet echt aan toe. Dat is een beetje, zo... Ik was ook nooit zo'n playboy of zo. Ik had het vroeger op de middelbare school altijd, dat gasten openingszinnen en zo hadden. Ik was daar helemaal niet van, ik kon dat niet of zo. Weet je, als ik zo'n vriend op zo'n schoolfeest stapte naar een meisje toe. En dan zei hij, kom je hier vaker. En dat werkte gewoon. En dan dacht ik, ik ga het ook proberen. Sterker nog, ik maakte die openingszin iets langer. Geen effect. Dan stapte ik op een meisje of zei ik, kom je hier vaker. Niet weglopen. En... Ik was nooit zo'n playboy. Het aantal seksuele partners ook voor mijn ex-vriendin, die zijn ook gewoon op 1 hand te tellen. Sterker nog, het is die 1 hand, maar... Oh, daar gaan we voor klappen. Ik merk nu eigenlijk ook vooral dat ik wel deze tijd ook moet nemen om te weten wat ik nou precies zoek in een relatie. Dat is, ik heb namelijk gelezen dat wat je zoekt in een relatie, dat het heel belangrijk is wat je van huis uit hebt meegekregen. Ik heb namelijk van huis uit meegekregen dat als 2 mensen van elkaar houden, dan schreeuwen ze tegen elkaar. Om de meest onbelangrijke dingen. Je hebt het licht aan laten staan! Dat is liefde. Toch? Als mensen zeggen, wat zoek je in een vrouw? Ruzie. Dat is waar ik zoek in een vrouw. Ik zoek iemand die haar persoonlijke problemen op mij projecteert. Dat is wat ik zoek. Ik zou helemaal niks kunnen als ik een vriendin zou hebben met probleemoplossend vermogen. Kan ik niks mee. Het is een soort test dat ik een vaas omstoot en dat er naast iemand staat die zegt, ik ruim dat wel op hoor en morgen halen we gewoon een nieuwe. Denk, hè? Wat zeg jij nou voor raars? Ik wil dat als ik een vaas omstoot, dat er naast me staat en zegt... Oh, je maakt het stuk! Je maakt alles stuk! Oh, je vindt me dik, hè? Denk, dit is liefde! Hier moet ik mee trouwen. En sowieso ligt het natuurlijk ook aan mij. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid. En ik zat ook te denken, weet je, heel veel dingen... Ik leer mezelf wel steeds iets beter kennen ook. Want dit beroep is bijvoorbeeld niet echt handig in een relatie. Weet je, je bent vaak 's avonds weg, vaak in het weekend. Wat volgens mij echt een handig beroep is in een relatie. Zo, ik zat erover na te denken. Wat sowieso een handig beroep is, lijkt me zo tof. Weerman. Ja, het klinkt ook als een soort superheld, toch? Wat doe jij? Ik ben weerman. Het is zo stoer. En je werkdag bestaat maar uit 5 minuten. Dat lijkt me zo... Toch? En je komt ook na het journaal. Dus jij gaat over het weer babbelen, maar eerst heb je gewoon alle ellende van de wereld. Toch? Aanslagen, ebola, mensen zijn dood. En dan kom jij en dan zeg je, misschien gaat het regenen morgen. Toch? En er zijn ook geen consequenties aan verbonden. Want er is nog nooit een weerman ontslagen omdat het niet ging regenen. Dit is wat ik dacht. Ik was zo'n 2-3 weken geleden in Deventer. En toen zat er een meneer op de eerste rij. En die zei, dat is wel gebeurd. Toen zei ik, hè? Is er weer maar ontslagen? Dat heb ik nooit meegekregen. Toen zei ik, waar dan? Toen zei hij, op Curaçao. Toen zei ik, alsjeblieft, maar weer maar op Curaçao is niet eens een beroep. Toch? Nee toch, dit is weer maar op Curaçao. En dan nu het weer. De zon schijnt. Dit is de weerbericht voor 2015. Maar die man... Die man was serieus. Hij zei, het is echt gebeurd. Toen zei ik, oké, maar waarom is hij dan ontslagen? Toen zei die man, hij nam zijn werk niet meer serieus. Dat zou ik ook niet doen, nee. Maar ik had zo graag dat allerlaatste weerbericht nog willen zien van die man. Toch? Zo, en dan nu het weer. Hele boze Antilliaan. Morgen gaat het sneeuwen in Willemstad. Je moet je auto krabben. Ik ben sowieso altijd... Ik kijk ook niet zo vaak naar de journalen. Ik ben altijd te laat met dat soort dingen. Ik heb pas een huis gekocht in Zaandam. Ik ga op mezelf. En dat is vlakbij het Veldpark in Zaandam. En nu had ik het dus niet helemaal gevolgd. Maar ineens bleek dus dat Zaandam ook 750 vluchtelingen opvangt.
In het Veldpark. En dat is, weet je, ik vind het goed dat ze komen, maar niet in mijn tuin. En er is een, ja, maar het is ook een gevoelig dingetje of zo. Er was ook een burgemeester die zei, ja, wat misschien een oplossing is, neem een vluchteling in huis. Toch? Maar ik vind het heel mooi, zo'n heel nobel mooi idee, maar daar houdt hij niet echt rekening met mijn gevoelens. Want ik hecht me echt veel te snel aan mensen. Dus dan heb ik zo'n Farouk in huis, na 5 maanden is die oorlog klaar, zit ik zonder BFF, toch? Ik vind het super, ik vind het lastig. En ze zijn ook vaak geschoold, hè? Zou je net zien dat die van mij wel zijn studie heeft afgemaakt? Hoe gaat hij mij vertellen dat ik niet goed bezig ben met mijn toekomst? In mijn kleren. En als je iemand ook Nederlands probeert te leren die het helemaal niet kan, gaat je eigen Nederlands achteruit. Je gaat heel basic Nederlands praten. Sta ik ineens op Schiphol. Oh, Farouk, we gaan niet doen. Ik ook missen jou. Maar ik leer mezelf beter. Ik merk ook dat ik heb een soort dwangneurose. En ik weet niet of het officieel is vastgesteld, maar ik heb een soort dingetje in mijn hoofd dat als ik een flauwe grap of een woordgrap in mijn hoofd heb, dan moet ik hem maken. Ik kan hem niet maken, dat mag niet. Ik moet hem maken. En soms is het leuk op het podium, maar buiten vindt niemand het leuk. Nee, ik had gel nodig. Mijn gel was op. En mijn moeder had ook nog gevraagd of ik kaas wilde halen. Of nou ja, gevraagd. Ze zei, haal kaas! En als je dat uittypt, zit er geen vraagteken achter. Maar ik ging het toch halen. Ik ging naar de Aldi. Dat is zo'n 3 minuutjes lopen bij mijn ouders wonen. En ik kom er niet zo vaak. En ik weet, de Aldi, dat is een Duitse supermarkt. En ik snap dat je je producten dan een Duitse naam geeft. Maar noem je gel gewoon niet Schwarzkopf, toch? Dat is nergens voor nodig. En helemaal als je geen producten maakt voor Kroeshaar. Maar goed, ik had het gel gepakt en de kaas. En ik moest trouwens super lang wachten voordat ik aan de beurt was. Want de vrouw voor me, de karretje was zo vol. Alsof ze ergens haar eigen Aldi ging beginnen. Ik dacht, hé, maar waar komt deze vestiging? Staat op de flyer. En toen was ik eindelijk aan de beurt. En toen zei die lieve kassière tegen me. Meneer, gaat u deze kaas contant betalen? Hallo meneer, gaat u deze kaas contant betalen? En ik zei, nee. Ik pin de kaas. ik had 7 jaar. Dat is ook wel, ik vind het ook wel lang. 7 seizoenen waren we samen. Dat komt omdat ik zie het leven als een tv-serie. Daar komt het eigenlijk door. Ik vind namelijk dat we allemaal de hoofdpersoon zijn van onze eigen tv-serie. Toch? Hoe heet jij? Jij met Jeroen van de Jeroen Show. Ik ben Ryan van de Ryan Show. En vanavond zitten we bij elkaar in de aflevering. En elk jaar, dat is dan een seizoen. En ik probeer ook elk seizoen beter te maken. En ook, ik probeer me heel bewust te zijn van dat ik de hoofdpersoon ben. En dat voor zover ik hem zelf kan schrijven, probeer ik hem ook zelf te schrijven. Dat je bewust bent, het is mijn show, ik moet er de beste show van maken. Want ooit wordt je eigen tv-show gecanceld. En je weet niet wanneer. En ook bewust zijn wat voor soort genre het is. Wie er allemaal meespelen in je show, toch? Soms moet je iemand uit je tv-serie schrijven. Soms moet je hem een andere rol geven, wordt het de figurant. Soms zie je iemand denken, hè, wie doet de make-up in jouw show? Maar het is belangrijk dat je zelf weet, het is mijn show, ik heb de regie, toch? Dat je niet de figurant wordt van je eigen show. En ik zeg wel heel makkelijk dat je het zelf moet schrijven, maar soms zit je in een aflevering die je gewoon niet kan schrijven. Toch? Je hebt niet altijd overal invloed op. Ik werkte zo'n 10 jaar geleden bij een creditcardmaatschappij, American Express, en daar kwam een Afghaanse jongen te werken. Hij woonde al 10 jaar in Nederland, was gevlucht met zijn moeder vanuit Afghanistan. En we werkten daar samen en hij zei, ik wil ook rechten studeren. Nou, dat heb ik hem afgeraden. En een paar jaar later deed ik mee met het Groninger Studenten Cabaret Festival. En in de finalistentour zit hij in de zaal. En ik zie hem en zeg, ken je me nog? Ik zeg, ja, tuurlijk man. En hij zegt, ik wil meedoen aan het festival, zal ik dat doen? Ik zeg, ja, dit kan ik je wel aanraden. En het jaar na mij doet hij mee en hij wint echt glansrijk. De juryprijs, publieksprijs. En hij gaat meteen het theater in en het gaat echt meteen zo. Krijgt een 4-sterren recensie voor zijn eerste voorstelling. En ik denk, oh wauw, hij is zo jong. Hij is 21 en dat vind ik echt heel tof. Weet je, we worden ook steeds betere vrienden, we spelen samen. En ik kijk ook tegen hem op, want ik vind het heel knap dat hij op die leeftijd al gewoon zo ver is. En heel slim. En hij is dan met zijn moeder vanuit Afghanistan hierheen gekomen. Is dan gevlucht, maar zelf vertelt hij het iets anders. Hij zegt dat hij hierheen is gekomen, want het was een aanbieding van EasyJet. Maar hij staat ook meteen voor bepaalde dingen. Dat vind ik mooi. Hij staat bijvoorbeeld ervoor dat allochtonen veel positiever in het nieuws kunnen komen. Toch? Dat het NOS-journaal ook daar aandacht aan besteedt. Dat gewoon dat je het NOS-journaal zit te kijken en dat je hoort, vanmiddag hebben 2 Turkse jongeren de gemeente Veendam opgeschrikt door hun VWO-diploma te behalen. Het motief van de daders is nog onbekend. En we worden steeds betere vrienden. Hij geeft ook hele goede adviezen. Het is een hele wijze jongen ook. Als ik dan problemen had in mijn relatie, toen al gaf hij meteen van die Afghaanse wijsheden. Daar kwam hij mee. Want dan zei hij, Ryan, het gaat niet werken.
Weet je waarom niet? Jij bent haar zon, maar zij is jouw maan. Daarom werkt het niet. Ik weet nog steeds niet wat ik ermee bedoelde, maar het voelde goed. En we spelen veel samen, door het hele land. We gaan samen naar Lowlands, we spelen samen in Eindhoven, echt alle. En we gaan vaak samen in de auto van mijn vader. En dan spreken we ook meteen, we spelen een soort taxichauffeurtje. Ik zit in de auto en zegt hij, maar hoe lang rij je al deze taxi? Daarnaast wil ik rapper worden, en hele gesprekken. En ineens zegt hij van, wat kost dit ritje eigenlijk? En dan wijs ik naar de temperatuurmeter, zeg ik, 18,50 €. En drukt hij me omlaag, zegt hij, nou, volgens mij is het 16 €. Trouwens, dat ding telt af, moeten we niet tanken. Nee, we gaan zo bidden. En ik merk wel dat hoe beter ik hem leer kennen en hoe meer ik hem vertrouw, hoe meer zijn verhalen wankelen. Zijn verhalen veranderen steeds. Want eerst zegt hij dat hij 21 is en later zegt hij, ja, ik ben eigenlijk wat ouder hoor, de 28. Maar hij lijkt 32. En hij zegt eerst ook dat hij uit de oorlog komt van Afghanistan. Later zegt hij, nou, daar viel wel mee over de oorlog, komt niet helemaal uit de oorlog. En steeds meer verhalen van hem blijken niet te kloppen. Ook waar hij was, zegt dat hij ineens in Dubai zit. Ik zie hem gewoon in Amsterdam. En niet veel later hoor ik dat hij ook is benaderd voor het tv-programma om terug te gaan naar zijn roots in Rusland. En ik word ook benaderd voor hetzelfde tv-programma, Grimassen. Ik weet niet of mensen het hebben gezien. Nee, kan kloppen. Kijkcijfers waren nul. Ik ben gebeld door de NTR en die zeiden, hey, we zijn bezig met een programma waarbij we jonge comedians mee terugnemen naar hun roots. En ik zei, ja, daar heb ik over gehoord. Zeiden, ja, we dachten aan jou. Dus ik dacht, oh vet, we gaan naar Suriname, toch? Mijn ouders komen daar vandaan, mijn oma's wonen daar. Die man zegt, nee, we gaan naar India. En ik zeg, ja, maar daar heb ik niet direct roots. Weet je, dat is meer dan 100 jaar geleden. 5, 6 generaties zijn er overheen gegaan. Ik heb daar niet direct roots. En toen zei die man, nou, dat vinden we heel jammer. Want we hadden gerekend op een uitzending met jou. En we zouden gewoon ticket betalen, luxe hotel, alles wordt vergoed. Dus zei ik, ja, nee, ik heb wel roots in India, wel, ja. Het is een deel van mezelf, ik zoek het al jaren. En dat was niet helemaal waar. Ik heb namelijk één keer heb ik echt Indiërs gesproken, zeg maar echt uit India gevraagd hoe India dan is. Dat was op een casting. Dat was zo'n 5 jaar geleden. Word ik gebeld door een castingbureau. Die hadden mijn foto ergens gezien en die zeiden, hey, jij voldoet aan een profiel en wil je auditie doen voor een rol? Er is alleen één dingetje. Je moet Engels praten met een Indiaas accent. Kan je dat? Toen zei ik ja, want dat vind ik hilarisch. En toen zei die vrouw, je heet Kumar Patel. Dat is je rol en je wordt gepest op je werk. Volgende week is die auditie in Amsterdam. Voor een Amerikaanse bedrijfsfilm. Bereid je voor, volgende week bij de auditie. Ik zeg, oh cool, ik ben er. Dus een week later, uitgeprint, ik kom op die auditie. Ze zeggen, ga je gang. Ik zeg, oké. Okay. I don't like the way they treat me. It makes me very sad, they tease me. I don't like it. Ik denk, moet er iets bij doen, een beetje Bollywood. They tease me. They tease me, baby, till I lose control. They tease me. Zij zei, dankjewel. Ik zeg, nee, dank jullie wel. Ik heb een topdag gehad. En toen ik wegging, zag ik dus dat er na mij 3 echte Indiërs auditie moesten doen. Die heb ik gesproken. Ik zei, oh, maar hoe is het dan in India? Waar zou ik naartoe moeten? En ik ga naar huis en een week later word ik gebeld. Ik was het geworden. Maar dat betekent dus dat ik beter in India na kan doen dan 3 echte Indiërs. Misa, maar goed. Nou, we gingen naar India en we zijn net geland op het vliegveld van Mumbai. En de camera gaat aan en Hank, de regisseur, pakt de microfoon en hij zegt, Ryan, voel je je thuis? Natuurlijk, je bent net geland, man. Hoe moet ik me hier thuis voelen? En ik kijk om me heen en ik zie alleen maar Indiërs. En ik denk ook, hè, maar lijken ze op mij? Denken ze dat ik Indiër ben? Ik wist het niet. En een paar dagen later zijn we zo gaan varen rond Mumbai. En ik vond het mooi om te zien. Het was mooi om een keertje in het echt te zien. Weet je, heel veel vrouwen hebben van die saris aan, zo gedrapeerd, allemaal felle kleuren. En van die gewaden zijn dat. En de zon schijnt er heel mooi, heel fel. Dus ik vond het mooi om te zien. Leuke mensen leren kennen. Ik heb er ook even opgetreden. Ik vond het heel leuk. Maar het doel van het programma, ja, dat voelde ik niet zo. En dat werd een paar keer gevraagd. En de laatste dag dat we daar zijn, staan we weer midden op straat in Mumbai. De camera gaat aan en Hank, de regisseur, pakt de microfoon weer en hij zegt, Ryan, dit is misschien niet het land waar jij bent geboren, of je ouders. Maar allebei jouw voorouders komen uit India. Jij bent nu terug in het land. Dus voel je je thuis. Er staat een man staat gewoon te scheiden op straat daar, man. Hij voelt zich thuis. Ja.
Ga met hem praten. Maak met hem een programma. Neem hem mee naar Nederland. Voelt u zich thuis? Oh, always. I have no problem. Always. Ik had dat niet. Die Afghaanse jongen, die heette Dara Faisi. En omdat hij op een gegeven moment zoveel verhalen had verteld, dacht ik, ja, maar elke keer als jij mij iets zegt, twijfel ik of het wel waar is of niet. Ik heb geen zin om daar elke keer mee bezig te zijn. Dus ik had ook geen zin meer in contact met hem. Maar ik ben ook een beetje te laf om dat aan te kaarten. Dus ik dacht, weet je wat, ik negeer hem gewoon. Als hij dan belde, nam ik niet op. Als hij berichtjes stuurde, reageerde ik niet. En een paar maanden later, kijk, tuurlijk voelt hij dat. Een paar maanden later spelen we samen bij het Comedy Café in Amsterdam. En hij ziet me en hij zegt, hey Ryan, kan ik je even spreken? Ik zeg, ja, wat is het? En hij zegt, luister, ik heb een lijstje gemaakt van 5 mensen aan wie ik mijn excuses wil aanbieden. En 1 van die mensen, dat is mijn moeder. En 1 van die mensen, dat ben jij. Maar dat zijn mensen die wel ver naar mij zijn geweest. Maar ik ben het niet terug geweest, dus het spijt me. En ik dacht, dit is ook gelogen. Dus ik geloofde hem niet. Maar dat wilde ik ook weer niet tegen hem zeggen. Ik dacht, ah, is goed, joh, laat me zitten. En hij zegt, weet je het zeker? Ik zeg, ja, kom, we gaan uit eten, man. En we hebben gegeten. En hij zegt, ja, zullen we binnenkort dan weer een keertje gaan chillen? Ik zeg, ja, ja, is goed. Maar ik geloofde nog steeds niet dat hij is veranderd. En als hij dan belde, ik negeerde hem weer. Als hij een berichtje stuurde, negeerde ik ook. En nog een paar maanden later kom ik Nabil tegen. Een gezamenlijke vriend van ons. En Nabil zegt, heb je het al gehoord? Dara ligt in het ziekenhuis. En ik zeg, oh, wat is er gebeurd? Ja, hij heeft een longontsteking, maar ik voel me niet goed. Maar ik weet, er is iets, dat klopt niet, man. De volgende ochtend word ik wakker en ik krijg een sms van Nabil. En daarin stond, ik kom net uit het ziekenhuis. Dara is overleden. En er was een bloedprop van zijn long naar zijn hart geschoten. En in 1 keer was hij er niet meer. En vervolgens ging ik naar de begrafenis. En begrafenissen zijn nooit leuk, maar deze was extra wrang. Want op de begrafenis kwam ik erachter dat hij echt een lijstje had gemaakt van 5 mensen aan wie hij zijn excuses wilde aanbieden. En ze vroeg ook of ik wilde speechen, maar dat durfde ik niet. Kijk, ik heb hier op het podium heb ik altijd het idee dat jullie de illusie hebben dat het niet echt gebeurd hoeft te zijn. En dat maakt het voor mij heel veel makkelijker om het gewoon te vertellen zoals het is. Maar op zo'n begrafenis komt het echt dichtbij. En ik weet niet, misschien had Dara dat ook wel bij mij, dat hij daarom niet echt kon vertellen. Maar ik durfde het niet. Ik had ook een nummer voor hem geschreven. Dat durfde ik daar ook niet te spelen. Maar hier wel. Voor altijd heeft niet lang geduurd. Dichtbij dat bleek onbereikbaar. Ver was te dicht in de buurt. Ik voel me goed, toch is er een maar. En is zelden te vaak voorgekomen. Niets bleek toch alles te zijn. Het licht is nog altijd te donker en niets bleek weer alles te zijn. En ik denk niet aan jou, maar ik mis je. Kan niet zonder jou, maar je komt niet meer terug. Wat niet is gebeurd, is al lang klaar. Het was nog zo vroeg, maar het is al zo lang weer voorbij. Zachtjes voelde nog de hand. Het stille lawaai is ondraaglijk. Straks is allang weer voorbij. En veiligheid voelt te gevaarlijk. En voelde samen nog nooit zo alleen als donkere wolken voor mij. Als iedereen liegt, is het dan waarheid? De zin zonder woorden die spreekt. En ik denk niet aan jou, maar ik mis je. Kan niet zonder jou, maar je komt.
weer voorbij. Wat ik trouwens merkte in India, dat vond ik heel apart toen ik terug was. Ik merk namelijk in India dat als je in het buitenland bent, dat mensen altijd Nederlandse dingetjes gaan roepen. Hè? Dat vind ik altijd leuk. Als ze iets kennen van Nederland, en wat je vaak hoort, is dat ze DJ's kennen. Hè? DJ's doen het goed. DJ's als Tiësto bijvoorbeeld verdienen gewoon 100.000 euro per optreden. Per optreden. En ik vind het tof dat mensen ze kennen en dat ze het goed doen, maar ik heb het geanalyseerd. Wij kunnen volgens mij allemaal dance DJ worden. Toch, zo moeilijk is het niet. Ik heb het geanalyseerd. Wij kunnen allemaal dance DJ. Hoe heet u, mevrouw? Hoe? DJ Carmen, kunt u vanavond worden? Serieus? Ik heb de formule door. Als je een dancehit wil scoren, het is niet zo moeilijk. Je moet namelijk beginnen, als je een dancehit wil scoren, beginnen met een vrij irritant deuntje. Dat is je begin. En dat maakt niet uit, als het maar irritant is. Gewoon iets als... En dan moet je er een Engelse quote doorheen gooien. Dat werkt. Gewoon een quote die iedereen wel eens heeft gehoord. Dat is herkenning. Dat werkt. Gewoon ertussen gooien. Zoiets als... What you see is what you get. En dan is je hit bijna klaar. Ja. Het enige wat je nog nodig hebt is een refreintje. Vroeger moest je je best doen om te gaan schrijven, hoeft ook niet meer. Je moet gewoon op Google zoeken op inspirerende quotes. Die plak je allemaal achter elkaar en je hit is klaar. Serieus, ik heb het gedaan, dan heb je gewoon... Life's a blessing, you should live it. It's not about receiving, it's giving. You should eat healthy, eat an apple. Tonight, night, night, night. What you see is what you get. Ik zet hem vanavond op iTunes. Ik word gebeld door een jeugd-TBS-kliniek in Spijkenisse, de Hartelborg. En ik heb mijn vrouw aan de telefoon en die zegt... ik heb een paar van jouw collega's gebeld, die hebben het geweigerd. Maar zou jij willen optreden voor de jeugd-TBS'ers die we hier hebben zitten? Er zijn er ongeveer 80, maar zou jij het leuk vinden om te doen? En ik zeg tegen die mevrouw, hey mevrouw, die jongeren zitten er nou eenmaal toch al. En humor is een positief ding, het is een nieuwe ervaring voor mij, ik wil het doen. En die vrouw zegt, nou, dat vind ik heel dapper van je. En toen had die vrouw een idee, die zegt, nou, ik snap wel dat je een beetje bang bent, ik heb een ideetje. Wat je kan doen, is dan kom je 2 uurtjes eerder, dan gaan we namelijk lunchen. En dan kan je op 1 afdeling, want ze zitten per 10, 12 op een afdeling, dan kan je met ze gaan lunchen. En dan ga je met ze babbelen, en dan is het ijs gebroken, en je ribben, en dan kan je... Mevrouw had ook humor. En toen zei ze, en dan kan je daarna voor ze optreden, en dan zetten we die groep vooraan, want die ken je, dat is makkelijker optreden. Dus ik zeg, oh, dat vind ik een goed idee, dan wil ik het sowieso doen. En ik kom daar ook 2 uurtjes eerder aan, ik word naar die afdeling gebracht en ik sta ineens op die afdeling, maar ze hadden niemand geïnformeerd dat ik daar zou komen. Dus ik sta daar ineens en die gasten allemaal in paniek. Oh, nieuwe! We hebben nieuwe! Wacht even, wat heb jij gedaan? Waarvoor zit je hier? Wat heb je gedaan, waarvoor zit je hier? Wat heb je gedaan? Ik zei, oh, nee, ik ben comedian. Huh? Oh, dan heb je wel hele slechte grappen gemaakt, vriend, Jezus! Van TBS! Oh. En ik ben daar geweest, ik moet zeggen, het ijs was ook meteen gebroken. Ik zat naast de jongen, die was heel vrij en blij aan het praten. Hey man, leuk dat je er bent man. Echt tof man, echt cool man. En hij was zo relaxed, dat ik dacht, oké, de enige vraag die ik heb, die wil ik zo graag stellen, bij hem kan ik het stellen. Ik zeg, hey, maar mag ik wat vragen, want dit is jeugd-TBS, toch? Je hebt wel iets gedaan dat best wel heftig is, anders zit je hier niet. Dat zou ik mogen vragen? En hij zegt, oh, je wil weten, ja, natuurlijk, mag ik gewoon vragen, toch? Ja, natuurlijk. Het was een akkefietje. Ja, zo noem je toch, akkefietje, ja. Ik had een pistool.
Die andere gast niet, zeg maar. Ja. En nu heeft hij mijn kogels. Ja. Ja, man. En ik zeg, dit is best wel heftig wat je me vertelt, man. Ik zeg maar... Maar je vertelt het zo relaxed en zo, maar ziek je ermee? Want je hebt wel een straf gekregen en zo. Hoe ga je daarmee om, man? Vind je het erg? Toch? Je bent er zo relaxed over. En toen zei hij, oh, wacht even. Nee, maar ik heb nooit gelogen. Nee, jij vraagt wat ik heb gedaan. Ik zeg je eerlijk wat ik heb gedaan, toch? Dit is wat er is gebeurd. Ik kan het ook niet veranderen. Toch? Toch, de rechter heeft gezegd, wat heb je gedaan? Ik heb gewoon verteld wat er is gebeurd. Hij heeft me een straf gegeven. Ik heb hem genomen, man. Ik zit hier al een tijd. Ik heb gewoon genomen. Ik zit de straf hieruit. Nu mag ik af en toe met verlof. En straks ben ik vrij, toch? Nooit gelogen. Straf genomen. Straks ben ik vrij. Ik werk bij de Subway. En toen dacht ik, deze gast is wel berecht, maar in zijn hoofd heeft hij gewoon vrijspraak. Tenminste, zo voelde het voor mij. En toen dacht ik, misschien is het niet zo erg als je je wel schuldig voelt over dingen. Want het moment waarop hij zich schuldig voelt, ligt waarschijnlijk al ver buiten de wet. En hij zit daar zo relaxed. En ik ben daar een tijdje geweest. Ik heb ook gesproken met die begeleiders die echt heel goed hun best doen. Doen echt goed werk. En ik moet ook nog even zeggen, ik heb ook respect gekregen voor TBS'ers. Heb ik ook. Want iedereen heeft altijd maar praatjes. Ik maak je af. Zij doen het gewoon. Ik speel in de zomer op een camping. En ik ben vaker op een camping geweest, dat was het niet. Maar deze keer was het voor het eerst zonder Dara. En ik ben op die camping en dat is gezellig. En na mij komt er een volkszanger. Volkszanger Ronnie. Ik weet niet of jullie Ronnie wel of niet kennen, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Alle volkszangers zien er hetzelfde uit. Hetzelfde veel te grote gasten met superveel zelfvertrouwen. En ik weet niet hoe ze aan dat zelfvertrouwen komen. Het is ook een beetje jaloezie, hè, van mij. Maar als ik een buikje krijg, dan word ik onzeker, moet ik naar de sportschool. Hij ziet er zo uit en denkt, oh, maakt niet uit, kapsalon. Hij zit lekker in zijn vel. En hij stond er ook met overtuiging. Oh, die tekst ook altijd. Ik ben zo klaar met jou. Ik ga wel naar die andere vrouw. Maar hoe komt hij aan twee vrouwen? Oh. Ik heb één vrouw, die is klaar met mij. Hoe komt hij aan twee? Hij had ook zo'n heel groot overhemd had hij aan. Tijgerprint! Tijgerprint is zo uit de mode, want zelfs tijgers moeten nu iets anders gaan dragen. En dat overhemd was echt supergroot. Dat overhemd kan nooit komen van de H&M, dat kan niet. Of ja, dan is het van Hennis en Maurits en nog een paar gasten. Dat waren van... Maar hij was alsof we hem ook allemaal moesten kennen, zat hij daar. Ging gewoon vanuit. Iedereen kent Ronnie, zo zat hij daar. Ja, dames en heren. Het is leuk om hier te zijn. Ik ga ervan uit dat de mensen van jullie mij wel zullen kennen. Ik heb een paar hits gehad. Mijn laatste hit heeft het goed gedaan, klaar met jou. Hebben jullie allemaal gedownload vanaf iTunes waarschijnlijk, want die heeft het echt goed gedaan. Klaar met jou, dank jullie wel. Die stond op nummer 2. Op nummer 1 stond Turkije. Nou, voor de mensen die hem kennen, zing wel lekker mee, als voor jullie hoor. Voor Ronnie, voor jullie. Hoe vaak moet ik nog zeggen dat het zo niet gaat? En hoe vaak moet ik nog zeggen dat ik je dan wel laat? Oh. Heb je wel eens nagedacht? Heb je überhaupt wel eens nagedacht? Het lijkt me beter dat ik je dan wel laat. Komt jongens, ik ben zo klaar met jou. Oh. Ik ga wel naar die andere vrouw. Je hoeft me ook niet meer te bellen. Ik heb je niets meer te vertellen. Oh, ik ben zo klaar met jou. Ja, er zitten leuke dames in het publiek natuurlijk. Speciaal voor volkszanger Ronnie. De mooie mevrouw hier. Hoe heet u, mooie mevrouw? Ik bedoelde de mevrouw naast u. Maar dat geeft niet. Nalini, hoe heet je buurvrouw? Hoe heet je buurvrouw? Nog één keer. Carmen. Wat leuk dat je er bent. Erg gezellig, Carmen. Leuk dat je er bent. Speciaal voor Ronnie. En Carmen, waar woon je? Woon je in Rotterdam? Ja. Ze woont hier in de buurt. Oh, het is wel handig. Het is handig hoor. En wat voor werk doe je, Carmen? Je werkt met babytjes.
Dan mag je straks met die van ons gaan werken. Want Ronnie die moet optreden. Ja, Ronnie moet spelen even toe. Ja, is leuk hoor. Karim. En dan Karim, ben je vrijgezel? Ja? Leuk. En is dat weer met je... Zo? Daar had ik niet op gerekend. Nu duurt het liedje ietsje korter. Ik heb je ook niets meer te zeggen. Je hoeft me niets meer uit te leggen. Oh, ik ben zo klaar met jou. Zo klaar, zo klaar met jou. Zo eindigde hij ook. Ronnie vond jullie geweldig. Jezus. Mensen die in de derde persoon over zichzelf praten. Nou, daar heeft Ryan zo'n hekel aan. Dit is verschrikkelijk. Maar toen ik dat zag en dacht, oké, misschien ben ik wel jaloers. Dacht ik, ja, maar misschien is het ook niet erg als er dingen zijn bij jezelf die je wil veranderen, toch? Als er dingen zijn waar je onzeker over voelt, waaraan je wil werken. Want die kan je veranderen. En dan kan je dan weer beter uitkomen. Want ik zat ook te denken, kijk, het is soms nodig. Mensen als Steve Jobs, Walt Disney, Richard Branson, die komen ook uit een milieu waar ze zich niet happy voelden. En wij dachten, dit moet beter, ik moet beter, dingen moeten veranderen. En uiteindelijk zijn ze zichzelf ontstegen en hebben ze de wereld veranderd. Dat is volgens mij ook soms wat er voor nodig is. Want stel, je woont in Suriname, toch? Het is lekker weer, toch? Je hebt een leuke vrouw, je hebt een baan waarbij je wel goed genoeg verdient en zo. Dan denk je, ja, het is wel goed zo. Dan hoef je niet de wereld te gaan veranderen. Daar komt niet de nieuwe CEO van Apple vandaan. Dan zou het wel hilarisch zijn als daar de nieuwe CEO van Apple vandaan komt. Gewoon de nieuwste presentatie van Apple. Hoi, goedenavond. Ik ben de nieuwe CEO van Apple. Mijn naam is Stanley Dreuftak. En ik heb een paar wijzigingen. Hoi. Dus laat me meteen met de deur in huis vallen. Want het gaat om de nieuwste iPad. En die is revolutionair. Dat is bijzonder. Ik ga het niet te lang houden. Gewoon kort meteen direct bam, met de deur in huis. Want deze nieuwste iPad is nog nooit is zoiets gebeurd. Deze iPad is zo bijzonder. En wat er zo bijzonder is aan deze iPad, is hij gaat 2 keer zo langzaam. Is nooit gebeurd. Heb ik nog een paar huishoudelijke mededelingen. Want ik heb de naam ook gewijzigd. Vanaf nu heet het geen Apple meer. Ik heb het veranderd in mango. Ja, ook een tropische vrucht. En als iemand wat wil drinken, kan gewoon pakken hoor. We hebben softdrinks in de koelkast. Ja. Kijk, we hebben groene soft, we hebben blauwe soft. We hebben Microsoft. Jawel, hebben we. Jawel. Dat gaat niet gebeuren. En Ronnie is net klaar en ik denk, weet je, dit is voor mij wel een mooie aflevering. Is leuk geweest. Ik wil naar buiten gaan op die camping, naar mijn auto toe te gaan. Maar er tikt iemand op mijn schouder. Dat was een Turkse man. Die was op die camping. En ik draai me om en hij zegt, hey, mag ik wat zeggen? Ik zeg, ja, tuurlijk. Hij zegt, jij kan echt goed accentjes. Ik zeg, nou, je moet jezelf niet onderschatten. Dat is belangrijk. Ik loop naar mijn auto. Die is helemaal ondergescheten. En ik stap in de auto en ik rijd naar huis. Ik doe de radio aan. Ik ben halverwege. Ik doe de temperatuur meten van 18,50 euro naar 16 euro. En ik kijk naar de benzineteller. Ik zie 12, 11, 10. Ik rijd nog ietsje verder. Ik denk, oh, alsjeblieft. Help me nog 1 keer. Ik ga het nooit meer doen.